Hallo allemaal. Goedemorgen is het nu hier. Het is 10:30 bijna. En ik ga deze keer op een andere manier live tussen haakjes met de World Card Making Day. Ik kwam erachter dat ik 3 oktober een Scrap and Web heb en 6 oktober dan de Card Making Day. En dat zou wat te veel van het goede zijn. Dus ik ga proberen dit filmpje al van tevoren op te nemen. En misschien is dat voor jullie deze keer wel lekker handig, want dan kun je hem stopzetten wanneer je wil. En rustig je maten meten en plakken. Ik weet niet of het lukt. Als het lukt, dan zullen jullie het filmpje vanzelf op 6 oktober voorbij zien komen. En anders ga ik wat anders verzinnen. Ik heb al even genoteerd op een briefje, maar ik weet niet of dat een beetje duidelijk is. Om de maten alvast voor jullie te. Op te schrijven zodat je dat alvast voor kan werken. Ik kan het ook tijdens het filmpje doen, maar in ieder geval chipboard en kartstokmaten heb ik hierop geschreven. Er is een basissetje wasser te koop. Ik geloof dat ze ook al op zijn. Er zit ook een lampje in, want we gaan dit keer ook een lampje verwerken. Maar heb je geen lampje, kan je dat ook later toevoegen, denk ik. Dan moet je alleen de laatste stappen even mee wachten. In ieder geval, alles benodigdheden zitten verder in het basissetje. Dus de chipboard kun je vast gaan snijden. 2 stuks van 13 bij 13 en 1 van 13 bij 5. De rest is allemaal kartstokmaten. Er zit kraft kartstok in, maar wil je wat anders, dan moet je gewoon even in je eigen voorraad kijken. Het kartstok moet je snijden 2 stuks van 16 bij 14,5 centimeter. 1 van 15,2 keer 10. 1 keer 12,8 bij 11 centimeter. 1 keer 12 keer 10,5. 2 keer 7,5 bij 14,5. Ook 2 keer 6,5 keer 27,5. Nee, niet 1,5, 27,2. 1 maal 5 keer 12,8. En 1 maal 7,4 keer 12,8. Misschien ging het wat snel, maar je kan het beeld dus ook even stopzetten en dan kun je rustig op je gemak even vanaf het briefje schrijven. Tijdens het voordoen zal ik de maten ook nog noemen. We gaan beginnen met het chipboard, de 3 stukjes. En de 3 eerste stukken kaartstokken. En dat zijn die van 2 keer 16 bij 14,5 en 1 van 15,2 keer 10. Ik heb wel een spiekbriefje hier aan de zijkant. Om alles in goede banen te kunnen leiden. Ook heb ik tape klaar liggen. Daar gaan we mee beginnen. De volgende stappen die ik doe, ga je 2 keer doen. Deze leggen we even aan de kant. En ook dit stukje leggen we even aan de kant. En we gaan beginnen met deze 2D chipboard te beplakken met tape. Ik heb zoals gewoonlijk de witte tape weer. En als ik me niet vergis, heeft Femke ook eindelijk tape kunnen vinden in de 3 mm. En daar ben ik wel heel blij mee, gewoon omdat je dit kan scheuren. En dat rode tape is toch altijd weer schaar bij de hand. En dit plakt echt werkelijk heel goed, want ik trek soms zelf stukken plaksel mee op mijn vinger. Doe ze meteen allebei. Hoeft niet helemaal, dus alleen even rondom en in het midden een paar stukjes. Dat zal voldoende zijn. Dus dit plak je dan op de 2 stukken chipboard van 13 bij 13. Het hoeft ook niet precies aan de zijkanten. Ik kan wel merken aan mijn trekker dat het inderdaad goed plakt. Maar dat moet ook, want het is een album en als je die een paar keer heen en weer open en dicht doet, moet dat gewoon goed vastzitten. Zo, zie je, het zit al aan mijn vinger. Oké, dit gaan we doen. We pakken eerst even één en de andere doen we zo meteen. Je pakt een deel van 16 bij 14. En die leg je zo neer. Dit is het stuk van 16 centimeter. En dit is dus de 14,5. Wat je gaat doen is deze even goed aandrukken. Ik ga
kan je ook met een vouwbeen doen. Deze ga je daarop bevestigen. Maar eerst even het werkje vliesjes verzamelen. De schermfolietjes. Moet ik alleen nog denken dat ik zelf niet vastplak. Zo. Meteen in de prullenbak. En deze ga je aan één kant. Oh, zit nog een stukje vast. Zo. Van het kortstok ga je deze plakken. En dan zorg je ervoor dat boven en onder ongeveer in het midden ligt. En deze precies op het randje van één zijkant. Het is een beetje op het oog. Het hoeft niet uitgemeten. Zo. En datzelfde doe je dus ook met de andere. Hebben jullie dat ook? Dan heb je je pincet en je gooit hem ergens neer omdat je klaar bent en dan kan je hem niet meer vinden. Vaak ligt hij gewoon voor je neus. Daarom heb ik er een stuk of 4-5 liggen, want ik grijp nooit mis. Vind ik zo verschrikkelijk. Maar dit gaat ook weer lekker snel, zie ik. Dat is ook het voordeel, vind ik, in vergelijking met de rode tape. Soms krijg je die dingen er zo moeilijk af en dan zijn ze nog statisch ook. En deze gaan we ook op één zijkant. Ik moet hem wel in de hoogte doen zo. En die ga je ook plakken. Probeer een beetje gelijk qua hoogte van die. Zo. Ik kom niet zo precies om, maar ik vind het wel leuk. Ik ben dan weer een pietje. Precies. Zo. Nou, dan gaan we ze wel zo tegen elkaar aanleggen. Want zo komen ze straks te liggen. Dus met de dichte kanten zeg maar naar elkaar toe. Wat je dan gaat doen, is de hoeken wegsnijden. Je snijdt ze niet precies tegen het chipboard aan. Maar ik doe dat aan de onderkant, dan kan ik het zien. Ik weet niet of je dat kan zien. Maar ik doe het ongeveer 2 mm ervan af. Dan krijg je straks een hele mooie hoek. Ik probeer even zo. Waar is het hoekje? Ik krijg hem niet scherp. Ja. Dus niet te strak tegenaan, maar ongeveer daar. Dus daar ga ik alvast een hoekje afsnijden. En dat doe ik ook van die andere. Je hoeft het niet met een liniaal te doen. Wat je wel kan doen is soms doen ze daar een stukje chipboard tussen. En dan snij je ze hem af. Dan heb je overal dezelfde hoek. Dat mag natuurlijk ook. Maar het gaat net zo snel op deze manier. En dat doe je met op elke 2 keer. Want je hebt bij elke 2 hoeken. Zo. Dat hebben we gedaan. Dan gaan we weer de tape pakken. En die gaan we op de buitenste randen van het kartstok plakken. Blijf gewoon de brede houden. Dat is wel zo handig. Straks de hoekjes ga ik met het dunnere doen. Maar dit gaat even lekker snel. En dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Dus dit doe je elke keer bij allebei. En de laatste. En dan pak ik een iets dunnere. Kijk, hier heb ik dan ook de 3 mm. Hij is wel niet met wit, maar hij is wel in dezelfde categorie, zeg maar. Ik ga nu deze, denk ik, gebruiken. Even kijken wat het begin is hier. En dan ga ik voor de hoekjes. Ga ik. Dat mag wel over het chipboard. Dan ga ik zo even 2 dunnere stukjes plakken. Dan weet ik dat straks alle hoeken mooi vastzitten. Zo. En zo. Hier wil ik ook weer goed aandrukken. Heel belangrijk. Want het moet natuurlijk niet losraken. Kan je natuurlijk ook weer met je vouwbeen doen. Ik mag naar de volgende bladzij. En wat je nu gaat doen is de beschermlaagjes er weer afhalen. Eerst maar even de bovenste. Die plak ik zo weer vast, zie ik.
wel. Ik hoop dat het wel in beeld blijft. Dat heb ik nou niet in de gaten. Omdat ik niet naar mijn computer hoef te kijken. Als ik live ben, dan moet je natuurlijk steeds kijken of er vragen zijn of andere dingen. Ik gooi het wel meteen weg, anders wordt het hier een zootje en dan kunnen jullie niks meer zien. Ik doe deze kant op maar meteen. En zo. Oh. Zo. Allebei klaar. En wat je nu gaat doen is heel voorzichtig het cardstock om je chipboard heen vouwen. En doe dat heel voorzichtig, want we hebben allemaal wel een keer de ervaring gehad dat hij dus dat het gaat scheuren. En dat geeft nog geen garantie, maar probeer wat in die bocht wat ruimte te geven. En dat doe je dus alle hoeken. Ik doe eerst wel even deze. Dat is heel voorzichtig. Dit is ook dun chipboard, dus dat valt dan ook wel mee. En als ik hem naar beneden duw, duw ik hem ook iets naar onderen, zeg maar. Zodat er niet te veel spanning op de rand komt. En ik heb gemerkt dat dat toch wel prettiger werkt. Dan is heel strak eromheen. En dan de laatste. Gewoon heel rustig omvouwen. Zo. En ook deze duw je weer iets naar achteren. Dan komt er iets speling om die bocht. Kijk, en dan zie je ook dat die hoeken gewoon heel erg mooi zijn. Er zit een klein puntje aan, maar die vouwen straks naar binnen. Dus dit is 1. En dat doen we ook met nummer 2. Ik ga ze eerst wel even allemaal omvouwen. Zo, en ook nu weer iets naar binnen duwen. Zodat hij wat ruimte krijgt. Ik vind daarbij een vouwbeen echt wel ideaal. Dan kun je nog even beter aanduwen als met je vingers. Doe deze even heel voorzichtig. Ja. En ook weer iets terug. Zo. Nou. En dan hebben we deze twee klaar. Als je nog twijfelt, loop hem dan nog even langs. Dan gaan we door met het laatste stukje chipboard. En het stukje cardstock van 15,2 bij 10. Liniaal. Potlood. Wat we gaan doen. Je tekent een lijn op dit stukje cardstock. Aan de linkerkant op 2,5 centimeter. Dus aan de linkerkant trek je een lijn met je potlood op 2,5 centimeter. Ik zal hem even omhoog houden. Het is wat weerkaatsing van het licht, maar dat is 2,5 centimeter. Nu gaan we hier ook tape op plakken. Dat doe ik weer met de iets bredere. Dit is een keer een andere manier van een cover maken, zeg maar, als dat we eigenlijk gewend zijn. Maar ik vond dit ook wel een hele mooie manier, zodat je alles mooi netjes wegwerkt. Dus ik denk, laat ik het eens proberen, want ik had het ergens gezien op Pinterest, geloof ik, of ergens. Zo. Ook dit ga je weer even goed aantrekken. En halen we deze er ook allemaal weer af. Ik plak nu alweer vast. Kijken, want ik zie wat oneffenheden. Dat gaan we naar binnen vouwen. Plak het chipboard. Op het cardstock tegen de lijn en zo boven en onder. Ja, dus dit stukje gaan we hier tegen die lijn aan plakken. En dan zorg je weer dat boven en onder enigszins gelijk is. Dus tegen de lijn.
Zo. En druk het maar flink aan. Dan gaan we tape plakken. Pak ik, nou, hier de brede, dat past wel. Je houdt het chipboard naar boven, zeg maar. En je plakt tape op de zijkanten. Zo. Het kost natuurlijk weer heel veel tape, zoals jullie bij mij wel gewend zijn. Dan pakken we even deze volgens mij. En die draaien we om. En die gaan we, even kijken hoor, plak tape op de buitenste randen, dat hebben we gedaan. En plak op een van de vierkante delen die al met karstok zijn beplakt, aan de kant waar hij stotend op het chipboard vast zit. Dus dat is aan die kant. Aan de goede kant een strook tape. Dus op de kant waar dit zit, moet tape. Het is voor mij ook alweer een tijdje geleden dat ik hem gemaakt heb, dat begrijp je wel. Dus ik moet hier, dit is de kant waar geen kartstok zit, dus hier plak ik een stukje tape. Dat zal straks ook wel bij die andere moeten, denk ik, maar laat het maar even stap voor stap doen. Draai hem om, nou dat hebben we. En dan gaan we ze aan elkaar plakken. Draai hem om, dan zie je dus de verkeerde kant voor je. En je plakt het vierkante deel op het binnenste deel, maar wel zo dat de twee, dus hij, deze komt hier. Je ziet ook dat hij precies past, maar je plakt hem er niet tegenaan. Maar je zorgt er weer voor, dat kan je ook eventueel met een stukje chipboard doen, dat heb ik nou niet meer over. Maar in ieder geval dat er een chipboard dikte tussen zit. Dus deze gaat nu los. En deze gaat ook los. Zo. En dan gaat deze ongeveer, niet te weinig, want dan kan je hem straks niet ombuigen. Dus 2-3 mm. Ik doe dat gewoon op het oog een beetje gokken. En dan plak ik hem vast. Zo. En dat doen we ook met deze. Dus aan de kant waar geen cardstock zit, daar plak je tape op de achterkant. Of ja. Ik vind het ook de voorkant, maar goed. Zie je, dus dit is de kale kant. En hier is de tape. En deze haal je eraf. En ook deze gaat eraf. En ik draai hem even om, want dat handig mee beter. En ook hier gaat hij dus een paar millimeter vanaf dit stuk. Wel even veel proberen. En dan plak je hem vast. Zo. Dus dan heb je nu dit. Nu pakken we weer een smalle tape. Even kijken, hier zo. Even goed nog aandrukken als je niet helemaal zeker bent van je zaak. Nu gaan we tape plakken. Waar had ik hem nou? Hier. Maar je zorgt ervoor. Ik zal het zo even in beeld brengen, een beetje dichterbij. We gaan nu tape op deze delen plakken, maar je zorgt ervoor dat het verlengde van deze en van deze en onder en boven, dat daar geen tape komt. Dus ik zal het verder laten zien, omdat het dat veel praktischer is. Op dit stukje ga je tape doen. En dat doe je onder ook. En een stukje op de eerste chipboardstuk, hier. En ik draai hem even om, want dan doe ik dat ook op die kant. Dus zorg ervoor dat dit stuk leeg blijft. En dit zijn wel hele kleine stukjes, dus moeilijk af te scheuren. Zo. Dus dat deel een beetje vrij houden. Je kan eventueel een potloodstreepje zetten van daar mag het niet overheen. En dat binnenstuk gaan we ook doen. Deze zit er al overheen, zie ik. Dus die ga ik straks iets inkorten. Dus ik moet dit aanhouden. En dan ongeveer hier. En ook aan de binnenkant natuurlijk. Daar kan je niet fout gaan, want dat stopt daar gewoon. En dit heb ik weer met smaller, omdat het ook smalle stukjes kartstok zijn die over zijn. Kijk, ik heb nu alweer een stukje lijm op mijn vingers van de tape.
Het begin plakt niet. Zo. En dan ook hier weer. Zo. Ga ik even deze een beetje inkorten. Maar ik denk dat dat wel oprolt. Ja. Zo, dus dan krijg je dit. Dus je ziet dat dit verlengde gewoon leeg blijft. Wat we nu nog gaan doen, ik doe dat ook maar met deze. Gaan we deze kanten doen, maar niet aan de boven, niet helemaal tot boven. Ik even kijken hoor, hoe heb ik dat gedaan? Zomaar. Hup. Tot aan die onderste, zeg maar. En ook andere. Dus niet in het gleufje, maar gewoon ernaast. Hoeft niet echt strak tegen. Maar gewoon zo. En ik doe dan wat bredere in het midden. Dan weet ik dat dat ook straks goed plakt. Zo. Dan heb ik het idee dat ik wat vergeten ben. We hadden hem al om moeten vouwen, maar dat geeft niet. Dat kan alsnog. We gaan even. Oh, ik zit elke keer met mijn hoofd tegen de lamp. Gaan we deze eraf halen. Dus niet die lange, die nog niet. Laten we nog even zitten. Oh. Zie je hoe snel het gaat met deze tape afhalen. Dat is echt is heerlijk om daarmee te werken. En nu vouwen we, doen we ook maar even weer zo. Gaan we eerst die zijkanten heel voorzichtig weer ombuigen. Doen we ook met deze. Zo. En dan ga je hem heel voorzichtig ook weer iets terugduwen, zodat hij niet te strak komt. En dan ga je hem even aandrukken. Zo. En dat doen we ook met de onderste, de bovenste. Ietsje weer terug. Ik heb elke keer het idee dat ik uit beeld glij, maar volgens mij valt het mee. Zo. Oké, dat is in ieder geval klaar. En dan gaan we deze doen, hè, die strepen. Die hadden we al gedaan, maar dat geeft niet. Die kun je er zo onderweg trekken. Zo. En dan hebben we een strook kaartstok van 12,8 bij 11. En dat is deze. En deze komt hier overheen. En hij is iets kleiner als dit. Kijk, past mooi. Dus we gaan. Waar is mijn pincet? Hier. Zo. En dan mag je ook eventueel voor de extra stevigheid. Even kijken waar mijn. Zo. Gaan we, had ik hem zo goed? Ja, hè? Dus gaan we de zijkanten alleen tape plakken. Ik doe weer de iets bredere. Zo. Die halen we eraf. Zo. En dat doen we ook met deze. Zie je, je kan hem er gewoon vandaan trekken, ook al zit hij er overheen. Nee. Zo, en dan gaat deze. Moet je even kijken of er geen plaksels overheen. Deze gaat nu ongeveer in het midden. Dus dat wordt ook weer op het oog. Dat je hier genoeg ruimte hebt en daar. En dan ga je er overheen. Even kijken. En dan ga je hem plakken. Beetje recht natuurlijk. Dan kan je met je oog kan je hem hier een beetje begeleiden. En dan plak je hem dicht. Dus dan is die lelijke kant ook weggewerkt. Nou. Wat je dan alvast kan doen als je hem goed hebt aangedrukt. Ga je heel voorzichtig.
En echt, dat doe je heel voorzichtig. Ga je de naad zoeken. Die zit hier, ik voel hem. Ga je alvast heel voorzichtig. Ondertussen blijf je plakken. Blijf je aanduwen, want dat gaat natuurlijk iets verschuiven. Ga je hem in vorm maken. Dat is één. En ik voel hem ook hier zitten. Dus ook die ga je heel voorzichtig. En dan weer even aandrukken, zodat hij weer meegaat met je. En dan, zie je, komt hij al bij elkaar. Dus dat hebben we al klaar. Maar ja, we willen een binding er ook nog in maken. En dan pak je het stuk van 12 bij 10,5. Dit is de hoogte, dus hij komt er straks zo in. Rilpen en liniaal. En je gaat om de 1,5 centimeter ga je rillen. Dus 1,53, even de kleine kant. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, nou, en 10,5. Ik doe dat ook meteen even boven. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. En dan gaan we rillen. Het begint al lekker warm te worden hier op zolder, dus het is maar goed dat ik al dat ik het vanmorgen wilde doen. Oh, het is vandaag namelijk dinsdag, de 18e als ik me niet vergis. Oké, en dan gaan we vouwen. En dat gaan we op een speciale manier doen. De eerste kant blijft plat en dan ga je een berg maken van twee stukken. Dan komt er weer een stukje plat. En dan komen er weer bergen. En dat moet gevouwd worden. Dus ik doe dat even zo. Ik laat het jullie zo zien. Ik vind het dan wel belangrijk dat even die bergvouwen er goed in zitten. Kijk, en dan krijg je dit. Ik kan hem ook zo laten zien. Zo. Dus dan zie je hier de bergen en hier het dal. En aan de binnenkant van die bergen gaan we tape plakken. Dus alleen eerst in die bergen, dus ertussen. Die. En niet over de vouwen heen, alleen ertussen. Zo. En dan, dus ik zal het nog één keer laten zien. Zo wordt die dan. Dus dit is een plat stuk, hier is een plat stuk en daar. En dan heb je de bergen. En die plak je nu tegen elkaar aan, doordat je dat tape in hebt ingeplakt. Dus dan ga je die eraf halen. En dan ga je hem plakken. Zo. En ook deze. En dan is dit je achterkant. Kijk, en hier heb je dan je bergen. Dat wordt de binding. Dus even ook weer goed aan duwen, dat die tape goed gaat zitten. En dan ga je de achterkant helemaal beplakken met tape. Dat mag ook over de naden heen. Straks knip ik hem wel een beetje netjes, want er moet nou geen lijm overheen vallen. En ik ga scheef, zie ik. Maar hij zit nog niet helemaal vast, dus ik kan hem nog even ietsje rechter maken. Ik doe dan wel het hele, de echte hele achterkant beplak ik. Dan weet ik zeker dat hij niet meer van zijn plek afkomt. Ik doe het toch even zo. En er kan nog net eentje bij. Die plak ik dan wel over die andere. En zo. Huppakee. En aanduwen. En dan haal je de schermlaagjes er weer af. Wat je nou zou kunnen doen. Deze komt dus nu hier tussen die railvouwen in. Maar met tape weet je, vast is vast. Kijk, ik zie hier nog restjes, dus die vouw ik even naar binnen. Wat je dan kan doen, is even goede lijm pakken. Ik heb tacky glue in dit geval. En ik smeer even die achterkant over die tape.
smeer ik in met lijm. Dan krijg je iets de tijd om hem recht te leggen. Want dan kan hij nog enigszins bewegen, zeg maar. Doe het ook wel eens met gewone lijm hoor. Die vind ik nog lekkerder, want die kan je nog meer. Ik ben echt iemand die nooit in één keer meteen op de goede plek plakt. Dus ik doe het, probeer het nu met deze. En je zorgt dus dat hij in die binding komt. Mooi in het midden. Dus zowel boven als zijkantjes. Ik weet niet hoe ik dat even moet doen zonder dat ik jullie in de weg zit met de camera. Ik ga kijken. Niet scheef. Boven en onder heb ik redelijk. Nog ietsje deze kant op. Kijk, tacky glue is ook een lijn die al heel snel vast zit. En dat wil ik niet. Dus volgende keer toch weer die andere. Ik denk dat ik hem zo aardig recht heb. Je duwt hem dan meteen aan. Het tacky glue voordeel is dat als je morst, zeg maar, dat het transparant opdroogt. Dus daar zie je straks niks meer van. Nou, hij had iets nog naar beneden gemoeten, maar ik ben bang. Dus ik hem eraf haal. Nee, dat ga ik niet meer doen. Dus hij had nog iets. Oké, ik doe het toch nog even. Eigenwijs, dan zie je maar weer. Zo ben ik dus altijd bezig. En soms verdwijnt er ook heel veel in de prullenbak. Maar ik vind dit, een binding moet gewoon netjes. Omdat je pagina's daar ook weer op aansluiten. Nou heb ik hem redelijk in het midden. Zo. Nou, dit droogt wel. En dan zou je maar denken, jeetje, maar twee pagina's. Ja, het zijn maar twee bergen. Ja. Dus je album, je cover, zeg maar, is nu klaar. Oh ja, dat moet ik eerst nog even doen. We plakken. Deze past al, denk ik. Even tape op de bergen. Of aan de bergen, zowel ene kant als andere kant. En zorg dat je niet over de rillijn heen gaat. Want dan kan je pagina moeilijker omslaan. Dus pak dan een dunnere tape of twee stukjes naast elkaar. Zo. En die laatste. Dan hebben we dit stuk namelijk helemaal klaar. Ik zie dat hier iets overhevelt. Zo. En wat ik ook even nog wil doen, is de hoeken schuin. Aan beide kanten. Hoeft niet zo schuin. Maar dan plakken je pagina straks wat makkelijker erin. Dus het gaat niet zo lekker. Kan het misschien beter kunnen doen als hij er nog niet in zat. Maar het lukt. En ik doe maar een klein beetje. Kan altijd als ik straks de pagina's erin plak en het is nog te weinig. Kan ik altijd nog een stukje afknippen. Dus dan zie je dat die schuin zitten. Zowel boven als onder. Nou, dat hebben we ook wel mooi weer gedaan, hè? Wat gaan we nu doen? We pakken nu... Ik lees stiekem even mijn stukje weer voor, hè? Dat snap je wel. We pakken nu de kortstokjes 7,5 bij 14,5. Twee stuks. En een lineaal. En ril deze links, rechts en onder op 1 centimeter. Nou, dat gaan we doen. Op 1 centimeter gaan we rillen. Niet aan de bovenkant, maar wel... Er zit nog geen beeld, hè? Ik raak niet stiekem weg. Onderkant. Zijkant. Ik zet eerst overal een streepje. En dan kan ik rillen. Eén zijkant. Dat is de tweede. En de derde. En dat ga je omvouwen. Eén. Twee. En wat je dan doet is, ik zal proberen om dat in beeld te krijgen. Je ziet hier dat punt wat bij elkaar komt. En dan ga je schuin over die punt, ga je de hoekjes afsnijden of knippen. Nu ook aan die kant.
Zo. Zie je? En dan ga je aan de buitenkant tape plakken van die randjes. Ik doe dit maar een dunne, denk ik, want die andere, oh, misschien die nog. Ik heb nog een maat. Dat is het voordeel als je verschillende maten hebt. Even passen. Ja. Hij plakt weer als een jekel. Zo. Oeh. Dus aan de buitenkant, knik hem zo schuin weg, ga je de tape doen. Deze is echt heel krachtig, zeg. Toch maar even met de schaar. En deze kant. Ook aan de buitenkant. Zo. Hier ben ik er iets overheen gegaan, dus dat knippen we even netjes weg. Zo, dus dat is 1. En dat doen we ook met nummer 2. Eerst weer rillen. Zo. En meteen de ring te pakken. Je hoeft niet, dit is niet heel dik kwartstok. Dus je hoeft niet heel hard te rillen. En dan ga je weer vouwen. En ook weer de hoekjes knippen. Natuurlijk allemaal tape op mijn schaar. Ideaal, maar niet heus. Zo. En dan ook hier weer tape op. Zo. Echt, deze plakt zo vast op mijn vingers. Huppakee. Even kijken of ik niet ietsje eroverheen heb gedaan. Zo. Nou, en dat is nummer 2. Nou gaan we al een pagina maken. Zo. En dan moet ik ook weer even goed daar denken hoe het zit. We pakken de 2. Oh, ja, blijf daar. We pakken de 2. We hebben er 4, maar je pakt er 2 van de craft en CD-envelopjes of iets dergelijks. Je gaat hem zo houden. En de open kant naar je toe. En deze gaan we vast plakken aan een van de bindingen. En dat is door deze, dit is de binding, hè. Door deze alvast goed te leggen. En even één tip. Nou ja, tip. Het is allemaal machinaal gemaakt. En soms kan het zijn dat een envelop dus scheef is. Heb je ook met de paperbacks, kom je ook vaak tegen. De ene is 2 mm groter. Of... En dat heb je dus ook met deze. Dus leg hem toch op het oog recht neer. Want je ziet hem ook hier iets aflopen. En dan zal hij hier misschien wat strakker er tegen aankomen. Maar dat maakt niet uit. Als je maar op oog, want dat wil toch wat, zeg maar. Wil je dat die mooi blijft. En dan haal je deze eraf. En dan even kijken of ik dat goed doe. Ja. En die plak je dan. Even kijken of ik dat nou doe. Goed doe. Ja. Deze gaat er overheen. Even goed kijken of ik hem maar redelijk in het midden heb. Ja, ik vind van wel. Je kan dus ook weer, als je hem echt heel strak wilt vast hebben, dat je daar weer lijm tussen doet. Maar in principe hoeft dat niet. Het is voldoende als je hem even goed aandrukt. Kijk, en dan heb je deze al vastzitten eigenlijk. En dan pak je een van de pockets. Dan haal je van de binding alvast weer wat af. En ook eentje van... Even eraf. Oh, zo. Omdat het dus, ja, mijn pincet plakt ook al, dus dan wil het wat moeilijk. En wat je nu gaat doen, deze,
De opening waar dus geen tape zit, nou, hou je aan de rechterkant. En deze plak je over die binding heen. Maar zorg ervoor dat je dus niet, ik weet niet of het goed in beeld is, maar hier loopt die rillijn, dat je daar niet overheen plakt. Want dan kan je je, ik weet niet waar dat draadje vandaan komt, want dan kan je je bladzij niet meer omgooien, zeg maar. Dit is ook weer even een werkje waarvan je denkt, oei. Dus dit wordt een pocket, maar je gaat hem dus over die binding plakken. En dat, ik denk toch dat ik even lijn pak. Want het is, deze tape die plakt zo erg. Dan ben ik bang dat het dus fout gaat. Oh, dit is weer een pot die bijna leeg is. Dat is ook zo irritant. Dan ben je lekker bezig en dan moet je weer staken. Komt die eruit? Ja. Dus ik pak even deze lijn. Die blijft even iets langer vloeibaar. Zodat ik hem goed kan... op zijn plek gaan leggen. Zo. En dan gaan we deze tot de rilvouw van je binding. En ook weer netjes. Daar is de vouw. En daar ook. Zo. En dan plak je hem. En dan even voelen of die... Ja, daar gaat nog. Doe hem nog ietsje hoger. Zo. En dan hou je hem even vast. En dan probeer je nog even of die open kan. Ja. Dus ik denk 1 of 2 mm vanaf die rilvouw ongeveer. Ik denk het wel. Er zit allemaal restjes lijn nu, maar dat geeft niet. Er moet toch nog dezelfde papier overheen. En zo heb je dus, als je zo kijkt, heb je hier dus nog een pocket gemaakt. Doordat ik lijm erop gedaan heb, duurt het ietsje langer. Nou, en we hebben er nog een setje en dat werkt eigenlijk hetzelfde. En ik ben alweer mijn pincet kwijt. Het is toch werkelijk. Je haalt het vliesje eraf. Zo. En ook deze weer met de open kant. Nu aan je linkerkant, maar ook naar je toe. Die leg je op het oog, zeg maar. Dat je denkt van ja, zo vind ik hem netjes en recht. Maar deze is ook iets schever als je hem hier zo ziet. Maar ja. Dat ligt niet aan ons, maar aan de makers van die dingen. Dus deze plak je ook vast. Goed weer aandrukken. En dan die eraf. En dan hebben we deze. En ook daar gaat... daar gaat even lijm op. Ik denk toch dat ik zo even een nieuwe pot pak. Zo. Nogmaals, dit geeft je even de gelegenheid om op de goede plek te duwen. Want je ziet al dat het heel vast zit. Ik doe hem even uit, want dat is wel erg veel. Huppakee. En die gaat dus even van me af. Zo, en ook weer 2 mm ongeveer over, voor de rilvouw. En in het midden, en dan valt hij mooi over het... Zo, dan zit ik zelf onder de lijn. Zo, kijken. Ja. En dat druk je ook even goed aan. Het schiet al op, jongens. Zo. Nou, dit laten we heel even drogen. Dus dan hebben we eigenlijk al 2 pagina's. Nou, hoe leuk is dat? We gaan nu verder met de linkerkant. We pakken nu de kaartstokjes 6,5 bij 27,2. En die gaan we rillen. Dus dit zijn wat langere stroken deze keer. Hop, ik zit vast. En die gaan we rillen. En deze is kort. Van links naar rechts. Dus dat is vanaf deze kant. Dat doen we meestal. Op, even kijken, 6,2. En op 19. 6,2. Waar ben je? Ja, 6,2. En
19. En dat doe je ook met de andere. Ik zei net wel, we beginnen aan de linkerkant, maar het maakt eigenlijk niet uit, want beide kanten worden gewoon gelijk. 6,2 en 19. 6,2 bij 19. Gaan we rillen. Dan hebben we dat maar vast gedaan voor allebei de kanten. Zo, we leggen even eentje apart. Wat we gaan doen is alvast even de fout erin maken. Je zult zien dat de ene langer is dan de andere, maar dat komt straks. En we pakken weer de tape. En we gaan alleen het binnenstuk gaan we beplakken met tape en niet over de railvouw heen. Zo. Dus tot beide kanten railvouwen en niet eroverheen. Weet je, dat kan ik ook eigenlijk wel meteen met deze doen. Want dan hebben we dat gedaan. Bij mij kunnen er 4 stukjes op. Ik heb iets bredere genomen. Zo. En wat we gaan doen, ik pak er eerst maar weer even die apart. We pakken een van de laatste cd-hoesjes, zeg maar. En met de sluiting naar je toe. Dus omhoog met die sluiting. En deze komt eromheen. Dus die gaat zo. En dan moet je ervoor zorgen, het korte stuk band onderaan. Dus ik heb hem verkeerd om. Dit is mijn kortste stukje. Ik ga je weer inbeeld, is handiger. Dit is het korte stukje, dit is het langste stukje. Deze ga je in het midden, dus moet je straks even meten, ga je die opplakken. Zo. En het is ongeveer 3 centimeter vanaf links en 3 centimeter vanaf rechts. Dus wat je dan kan doen is even, nou, beter op de achterkant, daar komt iets plakken. Even ongeveer bij 3 centimeter een streepje. 1, 2, 3 hier ook. Dat kun je ook het beste beneden even doen. Want dan heb je hem recht. 3. En 3. Dus dan haal je de tapejes eraf. Zo. Zorg ervoor dat het kortste stukje onder ligt. Dat de opening naar je toe gaat. En dan ga je, ik denk toch maar even omdraaien. Dan ga ik deze, nee, dat moet ik wel op de vouwlijn moet bovenuit komen. Want anders kan je hem niet om. Nee, dat moet toch zo. Ik trek even die streepjes naar voren. Dat wil toch beter. Zo. En dan plak je hem vast. Even kijken, dat lukt toch even beter. Zo. En als het goed is, moet hij dan hier ja, ook uitkomen. Kijk. Dus dit flapje is naar je toe. En dan heb je hier de lange flap van het lange stuk en dit is de korte. En dan kun je hem zo, hoe heet het? En dat doe ik ook meteen maar met de tweede, maar dan heb ik het gehad. Ik ben toch bezig, zou je zeggen. En zo. En zo. En dat doen we op dezelfde manier. Dus ik ga deze even vouwen. En dan 3 centimeter. Dan trek ik ietsje door naar voren. Dat kijkt even makkelijker als je hem recht wil hebben. Zo. En deze ook 3. Achterkant. 3. Mijn potlood is bijna leeg, denk ik. Zo. En ook dat gaan we korte kant weer onder. Flapje naar je toe. En voor de railvouw plak je hem vast. En je draait meteen even voorzichtig om. Om te kijken of hij daar dan ook
recht komt. Ja. En de korte kant, niet vergeten, die komt onder. En dan heb je alle twee klaar. Nou. Wat ik hier nog even bij moet vermelden, dat had ik beter van tevoren kunnen doen. Maar als je eerst alles wil beplakken met dessinpapier, dan moet je dit later doen. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar dat zien jullie straks wel. Maar ik heb ook dit allemaal beplakt en dit komt straks ook vast. Dan moet je die band even later doen. Dan hebben we een stukje lint nodig. Ik pak zomaar even willekeurig iets. Het gaat erom dat jullie het zien. Ik doe Merry Christmas. Zo. Dat kan niet, maar dat zul je zo wel zien. Dan begin je. Even kijken hoor, waar is mijn formulier? Daar. Je gaat beginnen. Je gaat hier op de achterkant. Oh, ik ben weer uit beeld. Jeetje. Op de achterkant ga je tape plakken. Tape, zeg maar. En dan begin je aan de achterkant in het midden te plakken. En dan zorg je ervoor dat je ongeveer tussen de 10 en de 15 centimeter aan de onderkant hebt hangen. Dan plak je je lint door, vast. Daarom moet er ook eerst dessinpapier op. En dan plak je hem hier tot aan die kant, plak je hem vast. En dan knip je hem ook af. En wat je dan straks kan doen, ik doe het nu niet vast, omdat ik nog niet weet wat ik met deze ga doen, maar zo komt hij, zeg maar. En je hebt ook kleine envelopjes. Die ga je met tape aan de achterkant. Daar is het flopje. Dus aan de achterkant ga je... Oeh, ik doe het verkeerd, zie ik. Ik pak even een andere. Je plakt van boven naar beneden, maar niet helemaal tot aan de onderkant. Dat zul je straks al zien. Dus ik doe zo een beetje. Ongeveer. Zo. Misschien heb ik hem dan toch nog te veel. Oh ja, ik zie het al. Hij zegt 1,7 vanaf de linker en de rechterkant beginnen. Nou, daar ben ik dus weer heel blij mee, want dat heb ik niet gedaan. Maar dat geeft niet. Deze haal ik er gewoon af. Dus dat is 1,7 vanaf de zijkant, zeg maar. Deze haal je als deze vast zit ietsje omhoog, want anders dan ben ik bang dat ik steeds uit beeld ga. Het lint heb je geplakt, zeg maar, zo. En die heb je op een gegeven moment afgeknipt. Deze valt er overheen. Dan komt deze, die komt, maak je dat los, komt hier overheen. En waarom niet tot het einde? Omdat hij anders gaat vastplakken op deze. Dus hij moet echt uitkomen, zeg maar. En dan als je hem dan openklapt. Oh, hij zit al een beetje vast. Nog een keer. Zo, dit is het lint. Deze komt zo. En als je hem dan vast hebt. Kijk, dan zie je dit. Dus dan komt je envelopje steekt iets over. Vandaar ook dat je niet verder moet plakken. En ook vanaf 1,7 aan de zijkant. Dus dat zal ik even benadrukken nog. Dus die komt dan zo. Dat blijft al een beetje plakken. Dan komt deze er natuurlijk onderuit. En met deze. Oh, deze moet wel dicht. En dan kun je hem vastplakken. Strikken. Dus dan, ik heb nu natuurlijk veel te lang lint. Maar goed, dat geeft niet. Kijk, dan komt hij zo. Als je hem allemaal vastplakt. Dan is het ook niet een geschikt lintje, want het staat nu op zijn zij. Maar zo komt hij dan. En als je deze dan los, deze zit hier vast. Even een beetje provisorisch zo. Dan maak je deze los. En dan kan je deze openklappen. Die gaat ook los, hè, want hij blijft tot daar aan vastgeplakt en niet overheen. En dan heb je hem open. En hier kan dan ook nog wat in. Wat je dan doet, wat dan de bedoeling is. Ik zal hem nog heel even weer provisorisch vastzetten. Maar ik vind het een beetje zonde om te plakken als ik nog niet weet wat voor bestemming het krijgt. Doen we even in de strik. Dan kun je ook zien hoe het dan zonder envelopje vast zit natuurlijk. Zo. Als je het envelopje hebt, dan gaat die ongeveer zo.
En dan, dat doe je dus twee keer, hè? Dat is wel even vervelend. Wat je dan gaat doen, als dat helemaal klaar is, ga je deze kant helemaal belijmen, beplakken met tape. En die plak je hier in de binnenkant vast. Dat is goed duidelijk te zien. En als je de andere maakt, die komt aan deze kant. Dus beide kanten worden in principe gelijk. Dus dat is het doel dus van dit. Ik ga hem nog één keer doen, want ik vond het zelf een beetje rommelig overkomen. Hop. Weet je wat, ik heb nog wel een reserve envelopje. Dan ga ik het meteen goed doen. Tenminste, dus dat is wat ik nog een reserve had. Ja, een groene, dus ook wel goed, hè. Oké, we doen het even een stukje overnieuw. Dit is het kleine envelopje. En wat je daarmee gaat doen is tapen, maar je zorgt ervoor dat die vanaf de zijkanten op 1,7, hier en dat is hier, dat je die kanten vrij houdt en je doet hem ook niet helemaal naar beneden. Dus je begint bovenaan, binnen die streep die je hebt gezet en ik denk zoiets. En dan doe je vier stukjes ongeveer. Dus... En ook binnen dat streepje blijven. Kijk, nou is hij goed. En dan heb je, die band had je al, hè? De korte zit aan de onderkant en deze zit aan de bovenkant. Gaan we het lintje nog even doen. Het lintje ga je niet op deze, niet op dit kantje plakken, maar je plakt hem met een stukje ruimte van 15 centimeter. Plak je hem achterlangs vast, naar voren en wel op deze helemaal naar onderen. Dan komt je envelop en die komt zo. En dan laat ik even de achterkant zien. Kijk, dan zie je dit. Een stukje van je envelop steekt uit. Aan de zijkanten blijft hij mooi en je ziet een stukje band. Dus dan gaat hij weer dicht. En dan kun je deze met deze kun je strikken. En dan zit het geheel vast. Ik kan hem even vastzetten met een paperclip. Want net wat ik zeg, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. En ik wil hem dan ook eerst beplakken met dessinpapier. Dus ik hou het even voor het gemak zo. Dit doe je dus twee keer en die komt hier zo. En de andere natuurlijk aan de andere kant. Nou, okay, ik denk dat het nu wel heel duidelijk is. En aan beide kanten. Dan komt het zak, het spelletje met de zakken. Ik ga heel even stiekem spieken. Oh ja, die hoort daar. We hebben een zak. We hebben twee puntzakken als het goed is. En je ziet hier. Ik moet even kijken hoor, maar dat is heel... Oh ja, je moet afleggen de zak op de buitenkant van de cd-hoes. Aha, deze gaat dicht. Maar, oh ja, smal tape. Ik weet het weer, dames. Sorry, even in de pauze. Ik heb dun tape en je zult zien, kijk, ik weet niet of dat duidelijk is. Kijk, hier zie je een stukje wat langer is. Die ga je... tape plakken. Dit wordt weer een smalletje. Zo. Doe je ook met alle twee. Maar ik laat hem eerst maar even op eentje zien. En dan vouw je hem dicht. Ik kan hem ook eerst rillen. Als je dat netter vindt. Maar je plakt hem dicht. En dat stukje gaat eraf. Deze puntzakken die komen... Hier heb je dus die pocket gemaakt aan de binnenkant. Dan vouw je deze even dicht. En die komt op deze kant van de... Oh, die zit los, maar die moet ook vast. Maar hij komt op deze kant van de cd-folder. Nou, dat is niet zo moeilijk. Ik zal even die andere aan de kant leggen. Zo. Leg de zak, zo. Dan gaan we deze zo...
En dan zie je hier het randje van het dichtplakken. Die leg je zo op je cd-holder, weet ik hoe het heet, zeg maar. Je zet een streepje hier, waar die dus stopt op die cd-folder. En ook aan de bovenkant. Dus dan heb je, ik weet niet of het in beeld kan. Daar heb ik een streepje en daar. En wat je nu gaat doen, een mes vinden, die heb ik hier neergegooid. Je trekt met een liniaal van punt naar punt die je hebt gezet. Heel voorzichtig, want dit rult heel snel met een beetje een bot mes zoals ik. Dus dan kun je er beter 2-3 keer overheen gaan. Kijk, en als je dat gedaan hebt, gaat hij automatisch weer open. Dit moet je dan eerst weer beplakken. En dan gaat deze gaat er overheen. En dan heb je, als je hem alleen maar hier beplakt en daar beplakt, dan heb je dubbele pockets. Want je hebt en in die zak een pocket, maar ook hier heb je een pocket. Dus dat is een dubbele. En hetzelfde geldt dus eigenlijk voor die andere zak. Dan is het spiegelbeeld, zeg maar. Dan leg je hem, dan heb je deze, die heb je dichtgeplakt. En dan ga je die zo neerleggen en ook weer aftekenen. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel vanzelfsprekend is. Oké. Ook dat is klaar. Nou zoek ik nog een lintje. Vast nog wel eentje die een beetje op lengte is. Ik gok op deze. Dus als je dat gedaan hebt, dan heb je eigenlijk het album al klaar. Maar ja, dan moet je hem natuurlijk nog pimpen, zeg maar. Voor het gemak laat ik dit er even uit. Maar als alles klaar is, heb je je album. En wat je dan gaat doen, is je een lint, bijpassende lint, ga je vastplakken. Met hier ongeveer een stuk waar je mee kan strikken. En deze plak je door naar achteren. Nou, dit zal net gaan. Maar dit plak je dus zo vast op je cover. En daarna ga je het pas beplakken. Dus hou daar rekening mee. Ik heb mijn kerst gemaakt. Ik heb hier eerst nog een stukje rood kartstok over gedaan. En dan komt het ei van Columbus, maar niet deus. Die hebben allemaal als goed is een bakje verzameld. Kijk. En eerst beplakken. En deze kun je eerst met gesso of iets ergens bewerken. Maar als je dit leuker vindt, prima. Die komt hier bovenop. Maar dan heb je hem dus al beplakt. Hè? Dus vergeet dat niet. Ik laat straks natuurlijk de mijne zien. Dus dan een beetje snap je wat ik bedoel. Je gaat het helemaal leuk vullen met allemaal dingetjes. Zoals, weet je, deze houten dingen die er ook uitkomen kun je doen. Wij hebben sneeuwvlokken. Van die filter. Je kan er belletjes in hangen. We hebben boompjes. Je kan aan de buitenkant bijvoorbeeld een leuke tekst maken of een ster zo plakken. Maar we hebben ook de lichtjes. Dit zijn de lichtjes die erbij zitten. Kijk, ideaal, want die heeft een hele platte batterijcel. Wat eigenlijk even een klusje is. Ik weet niet of dat nu handig is om te laten zien, maar ik denk dat iedereen wel een klein beetje gaat snappen hoe het in elkaar steekt. Deze ga je helemaal loswikkelen. Er zitten 10 lampjes aan. En zoals altijd maak ik er een knoeiboel van. Even kijken, deze komt daar. En de lampjes zijn in verschillende kleurtjes, als ik me niet vergis. Zo. En die gaan we zo wegwerken. Maar ik laat eerst even zien hoe je dat doet. We hebben ook een rietje. Nou, dat is mijn rietje. Zo, die gaan we zo ook gebruiken. Wat ik doe, ik ben begonnen aan de onderkant. Deze gaat straks vanaf bovenkant weggewerkt worden. Het rietje snij je op maat van je doosje. Dus die moet hier tot hier. En dan knip je hem op één kant in. En daar ga je, nou ik ga het wel doen. En je rietje kost ook niks. Even een stukje, kijk. Dan zie je dat die openvalt. En dan kun je straks vanaf boven naar beneden. Kun je dit touw er mooi in wegwerken. Of touw, het snoer. Mij horen. Kun je er zo in wegwerken tot aan de onderkant. En die plak je dan
straks tegen het doosje aan. Deze moet iets meer speling, want anders gaat hij knakken. Dat is niet de bedoeling. Maar zo gaat hij straks aan je voorkant verwerkt worden. Dus vergeet even het lintje, dat zit zogenaamd vast. Deze komt straks weggewerkt aan de zijkant. En dan komt deze zo. Wel recht natuurlijk. En dan heb je hier je eerste lampje al. En daar begin je ook onderin die hoek mee te werken. En dan is het maar net, het is ijzerdraad, dus je kan gewoon helemaal langs de zijkantjes waar jij heen wilt. Want daarna, als je dit goed hebt vastzitten, plak je in al die achterkantjes plak je papier. Dus het meeste van de draadjes ga je niet terugzien. Ik doe nu zomaar even wat, dan heb je even een idee. Maar dat is het voordeel van ijzerdraad. Wat met deze bakjes trouwens ook nog kan, is dat je één stuk eruit haalt, dat je hier een langere krijgt. Of deze eruit, dat je hier een langere krijgt. Dat doe je wel heel voorzichtig, maar het zit niet zo heel vast. Dus dat is ook heel goed te doen. Nou, en zo ga je dus je hele bakje rond. Je hebt 10 lampjes, is meer dan genoeg. Het is even een klusje. Je kan het ook even vastzetten, misschien met een beetje tacky glue. Ik zou het niet met de lijmpistool doen. Dan krijg je grote bobbels. Dat is zonde. Of je moet heel zuinig kunnen werken. Maar in ieder geval, zo ga je een beetje te werk. Het belangrijkste is dat je boven wegkomt met je, dat er bovenaan het batterijhoudertje komt. Het rietje kan dan hier langs, waar het snoer in mooi in is verwerkt. En wat dan de bedoeling is, dat laat ik dan zo zien, dat batterijtje, die houder, die moet natuurlijk een beetje weggewerkt worden. En als het goed is, hebben we nog 2 stukjes cardstock over. Dat is die van 5 bij 12,8 en 7,4 bij 12,8. We pakken de grootste. En die grootste, is dat de grootste? Ja, die rillen we. Op, even kleine, even kijken, op 0,6, 1,2 en 6,8. 6,8, oké, waar ben je? 6,8. Moest ik zeggen, hier, weer kaats het een beetje. Dus 0,6, 1,2 is hier. En 6,8. Oké, okay. Dus dat is op de lange kant, van links naar rechts. Zo. Is dit 1,2? Ja, dan is deze niet 1,2. Deze 1,7. Mijn verkeerde bril op, denk ik. Zo. En die. En die. En dan vouw je dat vast om. Zo, en dan hebben we de batterijhouder. En die plak je, daar plak je tape op. Maar zorg ervoor, even de volgende bladzijde, want je zorgt ervoor, hij komt zo straks in je ding, dat je je aan een uitknopje wel straks bij kan. Dus ik doe hem op deze kant. Ik ga hem ook niet weer echt vastplakken, omdat ik natuurlijk nog niet weet welk thema ik nu ga doen. Zo. Hier, deze hebben we een beetje omgevouwen. En dan pakken we weer de hele smalle tape. Ik hoop dat deze niet te... Ja, die past op de eerste rand. Zo. En dan deze op die andere kant. Dus... Ja, past. Zo. Dit is 1 en dan hebben we deze nog. Dan komt deze, dit wordt namelijk je zijkant. Ik doe even alles weg, want anders wordt het niet. Zo, dus we gaan hem hierin doen. Je mag hem ook hierop plakken, het maakt niet zoveel uit. Maar het knopje moet zichtbaar zijn en je moet alvast dus dat, ik weet niet of dat te zien is, maar hier zit zo'n lipje. Die moet er eerst uit, want anders doet hij het niet. Dus daar moet je ook even op letten. Deze plak je hierop vast. En dan gaat hij vastgeplakt op deze. Dat lukt natuurlijk nu niet op mijn handen vol heb.
Zo, maar daar komt je dingetje in, zeg maar. En ongeveer, nou zeg, een centimeter vanaf de zijkant. Ik ga het even vast. Nou, ik heb echt ruzie met dat dingetje, zeg. Kijken hoe ik dat met deze heb gedaan. Ja, zie je. Dit is op de laatste bladzij. Dan zijn we er al. Dus eigenlijk moet je het zo zien dat deze, met die erop geplakt, en deze binnenin. Zo. Dus deze is met de vouw, en die komt zo. En dan ga deze achterkant plakken. Want dan heb je het knopje. Heb je aan de buitenkant ongeveer een centimeter er vanaf. En dan komt deze straks hier op je zijkant. Zo. En dan ga je met je rietje werken en je bakje. En je gaat de draden doorheen rijgen, zeg maar. Maar dan heb je even, doordat dit al vast zit, heb je meer houvast, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Zodat je dat hebt weggewerkt. En eigenlijk is dat het hele project. Dus deze komt dan hier. En ik had gezegd, je kan ook twee doen. Want het is misschien ook leuk als je maar aan de achterkant iets gaat doen. Dan wel zonder lidje. Of je moet er twee in verwerken aan de onderkant. Dat kan natuurlijk ook. Maar eigenlijk moet je het zo zien. De draad wordt daarin verwerkt. Met een mooi rietje erlangs. En dan zie je er niks van. En dan kun je gaan scrappen. Dus eigenlijk is dat het hele project. En jullie zijn zo gewend natuurlijk na afloop ook het voorbeeld te zien. Dus dat gaan we doen. Ik heb hem nog niet helemaal voorbereid, zie ik. Maar goed, jullie snappen het wel. Ik doe het even zo. Nou, kijk. Hier mijn lintje wat vast moet. En hier zit mijn knopje. Even het licht uit. Kijk. Zo gaat hij aan. Zie je? En ik heb hem mooi beplakt met een bandje. En daar zit mijn knippertje, zeg maar. En dan ga ik even meten, want volgens mij kloppen die rillijnen niet. En dan ga ik zo nog even naar kijken, 5. Dus in ieder geval, zo is je aan met licht. Ik doe hem nou weer even uit. Hier zie je een mooie trietje. Ik doe wel deze weer aan, denk ik. En dan gaat hij ook, je ziet wat ik heb verwerkt, kleine boompjes. De Action, ik mag het heel zachtjes zeggen, heeft altijd ook wel leuke dingen. Fem heeft ook nu die boomstammetjes, de belletjes, de leuke charms kun je erin verwerken. Dus wees creatief, overal sneeuwballetjes geplakt. En dan heb je hier dus het envelopverhaal. En dan, die gaat dan open. En je hebt nog labels in je pakket. En daar kun je leuke teksten op doen. Dus je ziet dat deze ook los blijft. Deze blijft ook gewoon los. En dan gaat deze gewoon vast door middel van een strik. Beplak het nou niet te dik, want het is al vrij zwaar met die CD-enveloppen. Hier heb ik dan twee labels in gedaan. Deze hoort bij het papier, dus dat vond ik wel leuk. Maar hier zie je dus ook weer die snoepzak, zeg maar, weer terug. Hier heb je die twee binnenkanten waar we die pockets op hebben geplakt. Nou, dan heb je dus, en hier een pocket waar kleintjes in kunnen. Maar in de envelop kan er ook nog één. Je moet wel mee naar binnen, zo. En dat is aan deze kant idem dito. Gewoon leuke labels erin. En ook in die grote. Je kan er natuurlijk ook receptjes in doen. Hier hebben we de achterkant weer met de puntzak. Alleen gespiegeld. En daar hebben we de labels in verwerkt. En ook weer twee. Je kan in de zak en buiten de zak. Dus je zou eventueel nog wel 3, 4 erbij kunnen doen. Hier hetzelfde verhaal weer met het zakje. Openmaken. Je ziet hem ook weer hier. Dat hij uitsteekt. Hij doet zo en hij gaat open. En je kan er wat in stoppen. Misschien is het ook in de enveloppen bijvoorbeeld, als jullie met kerst cadeautjes doen, om daar een leuke cadeaukaart in te verstoppen of zo. En de achterkant heb ik simpel gehouden met het papier. En dat is het. Dus ik zou zeggen, ga lekker aan de slag. Ik zei net al dat ik een foutje zag bij, dan heb ik dat nou neergelegd bij deze. Ga ik heel even meteen met jullie meedoen, maar dan kan ik dat nog mee vertellen in het verhaal. Ja, zie je wel. Ik heb hier de rilvouwen. De rillen moeten op. Even kijken, waar is mijn pen? Hier. Dus je moest op een gegeven moment de rillen. Zal ik even kijken, hier. En dat was hier op 0,6 en op 1,2, maar dat moet dus ook aan deze kant. Dus vanaf deze kant is het dan 6,8 en dan moet daar nog wat bij. Dus 0,6, 1,2,
En dan komt er nog bij. Even kijken hoor. 6 en 5. Dus 6,8 wordt 6,3. Dus 6,3, daar komt er nog eentje bij. En dan sla je hem namelijk om. Zo wordt hij. Kijk. Dan heb je een dubbele. Daar was een foutje ingeslopen. Ik hoop dat dat nog duidelijk is. Ik ben een beetje rommelig nu, maar het eind in zicht. Dus dit is die houder. Nu met een andere rilling erin. Dus 0,6, 1,2. Oh, je ziet, hij staat er wel, maar ik heb hem gewoon vergeten. 6,2 en 6,8. Dus rillen op. Nog één keer. 0,6, 1,2, 6,2 en 6,8. En dan kan je de buitenste randen ga je beplakken met tape. Dan past deze eroverheen. Nu natuurlijk niet omdat het wijder is. En hier kan je dan je batterijtje in doen. En zeg je, ik wil aan de andere kant dat ook. Dan kan je eventueel een lampje bijkopen. En dan kan je ook zeggen, van ik wil aan de onderkant wegwerken met een rietje. Dus dat is hetzelfde. Dus dat was een foutje die ik er nou toch nog heb uitgehaald. Ik hoop dat jullie het een leuk project vinden voor de World Card Making Day. Als er genoeg inzendingen zijn, ik denk, wat zullen we doen? Laat ik eens gek doen, 12. Moet toch lukken met zo'n grote groep. Als er meer dan 12 zijn, dan verloten we een mooie prijs. Maak er wat leuks van. Ik weet dat iedereen het heel erg leuk vindt met lampjes. Dus lampjes kun je bij ons bestellen. Zitten ook in het basissetje. En de doosjes hebben we ook. Dan zijn ze van Craft Emotions. En dan zitten al die houten flittertjes erbij. Maar je kan ook naar de Action, want die heeft ze ook. Zorg dat het bakje, deze is volgens mij 10. Ja. Maar deze is natuurlijk 13, dus hij kan nog iets groter. Dus als je bakje hebt van 12 bij 12, kan hij er ook nog op. Dus ik wens jullie heel veel plezier met dit project. Volgens mij is het goed gegaan op één foutje na. Dus wie weet voor herhaling vatbaar als het weer eens te druk is. Dus nogmaals, maak er iets leuks van en heel veel plezier ermee. Doei!